Nou, we zijn een dagje verder en ik moet nu nog de rand van mijn mand haken. Ik vind het wel een voordeel dat je dit even weg kan leggen. Dus je kan gewoon even stoppen, iets anders gaan doen en een dag later je haakwerk weer oppakken. En het idee is dat we nu dus die rand gaan maken en eigenlijk gaan we dan doorhaken zoals we net ook de hele tijd deden. Alleen de truc is om die rand omhoog te laten staan. Is dat je eigenlijk steeds maar één keer door een lusje heen gaat. En doordat je dat doet, dus kijk hoor, dan wil de touwtje hier achterlangs, eentje er doorheen en dan hier er omheen en alle twee eraf. En dan eigenlijk gelijk door naar de volgende lus. Eromheen. Dus dat meerdere wat je net de hele tijd deed, dat doe je niet meer. En zo steeds één om en om. Steeds één keer door het lusje heen. Je ziet eigenlijk al gelijk dat hij een beetje naar boven wil gaan. Kijk, je hoort mijn lieftallige collega Alisa op de achtergrond. Die zit natuurlijk te bestuderen hoe ik dat aan het haken ben. Je ziet hem al laten omhoog gaan. Kijk, ik ben net hier doorheen geweest. Zit deze touwtje hier achterlangs. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. En zo ga je dan steeds je mandje rond. Nou jongens, daar gaan we. Zet hem op.